We gaan nu even een stapje terug, meneer Goree. U bent in principe voor de tweede keer aangesteld als de bondscoach. En bij de eerste keer, zal ik het even zo zeggen, in vergelijking met het geboekte resultaat is het niet zo goed gegaan. Wat zijn de grootste twee verschillen die hebben gemaakt dat u nu wel succes boekt? Het allergrootste verschil is dat ik nu dus fulltime bezig ben. Mm-hmm. Hier ben ik komen wonen om zoveel mogelijk met die jongens te trainen, zoveel mogelijk tijd erin te stoppen. En het werkt niet als je heen en weer reist van als bondscoach zijnde om één keer per maand. Ik was 1 week per maand was ik in Suriname. Mm-hmm. En dat werkt dus niet. Nee. Het is gebleken. Ja. En het tweede verschil, meneer Goree? Het verschil is dus dat je niet zo lang met die jongens bezig kan zijn. En vandaar dat op het moment dat je weggaat, ja, wanneer je terugkomt, moet je weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Er is ergens een leemte. Ik kan ze niet loslaten. Nee. En Appai weet het. Ik moet er bovenop zitten. En vooral in deze fase. Kijk, ik ben gewend een professionele levensstijl te hebben. Want daar ben ik in opgegroeid. Vanaf dat ik 12 jaar ben, ja, ben ik bij een professionele club. En dan word je zodanig gedisciplineerd, groei je op. Daarna krijg je 17 jaar betaald voetbal. Na 17 jaar bouw je trainingsdiploma op. Mm-hmm. En je hebt verschillende clubs en landen getraind. Mm-hmm. En dan kom je naar Suriname. En die Surinaamse jongens hebben allemaal een amateurstatus. En ze zijn amateurvoetbal gewend. Ja. En met amateurvoetbal heb je dus bepaalde disciplines die ze niet hebben bijgebracht natuurlijk, wat ik wel gewend ben. Ja. Een van die dingen is dus dat je die discipline moet bijbrengen en gaan leren waarom bepaalde dingen zo moeten lopen om succes te krijgen als groep en als team. Ja. En dat kan je niet doen als een part-time, dat moet fulltime. Het valt me op, en dat is het zeker niet bedoeld om onze Surinaamse jongens een natrap te geven, want daartoe ben ik niet in staat. Nee. Alleen, u noemt ook niet de toegevoegde waarde van een speler als een Nigel Hasselbank. Nee, omdat Nigel op het allerlaatste moment bij is gekomen. Nigel heeft de laatste 2 wedstrijden gespeeld, heeft hij fantastisch gedaan, zoals ik dat ook zou hebben verwacht. Maar we hebben natuurlijk een traject gehad van 1,5 jaar bijna, waar deze jongens geweldige resultaten hebben geboekt. Mm-hmm. We hebben 12 wedstrijden gespeeld in totaal. Ja. 12 interlands, 2 verloren, 2 gelijk. En de rest gewonnen. Nou, dat is eigenlijk gewoon fantastische resultaten wat ze hebben geboekt. En dat was zonder Nigel. Mm-hmm. Dus Nigel noem ik niet, want deze jongens hebben dat voortraject echt fantastisch hun best gedaan. Ja, ja. Meneer Appai, onderstreept u dat daadwerkelijk zoals meneer Goree dat gezegd heeft, coach Goree, dat het heel belangrijk is om constant ook met de jongens te zijn in plaats van zoals het in het eerste geval gebeurde waarbij hij op en neer ging om de jongens te trainen? Ja, ik ben een voorstander van. Ik sluit me sowieso aan bij trainer Goree, omdat ik ben een aantal jaren al in het systeem, professionele systeem. En het is elke dag trainen. Omdat je een aantal trainingen moet meemaken om 1 wedstrijd te spelen. En als je in 1 week traint en na 2 weken weer, dan gaat het niet werken. Mm-hmm. Omdat het anders is in het buitenland. Yeah. Die spelers trainen meer dan ons. En als jij minder traint dan hun, dan is het oneerlijk dat je van hun kunnen winnen. Ja. Laten wij even kijken naar de samenstelling van het team, waarbij er jongens zijn die in de Surinaamse competitie spelen en jongens die daar buiten spelen. Jij behoort dus nu tot de groep die buiten speelt. Hoe gaan jullie met die verschillen om? Verschil in attitude op het veld, hoe gaan jullie daarmee om, meneer Appai? Kijk, trainer Goree is professioneel ingesteld, snapt u? Ja. Ik ook, maar ik ben niet ermee opgegroeid zoals trainer Goree. Maar ik weet ongeveer wat die jongens nodig hebben en daarom probeer ik ook te helpen waar ik helpen kan. En wat hebben die jongens nodig? Hoe breng je ze dat bij?
Kijk, dus dingen van daar ben ik naar hier. Dus ik wil eigenlijk bepaalde punten niet aanhalen, maar ik vind dat ze zijn gaan groeien. Okay. Ze zijn verbeterd en dat is het. Ja, want hoe lang ben je nu in het buitenland? 6 jaar. 6 jaar. Ja, hij is nu 6 jaar prof, dus hij kan wat meepraten over het leven. Ja, ja. Wij hebben eerder op de dag de persconferentie gehad van de SVB, waarbij dus onder andere is ingegaan op de spelers die nu kans maken om in het Surinaams voetbalelftal te komen. Het zijn jongens die buiten Suriname voetballen. Uw aandacht voor het volgende fragment. Dan heb je Nigel zelf, waaraan hij heeft meegedaan. En je ziet, Nigel heeft alleen maar aan friendlies meegedaan. Dat is ook de reden dat we hem direct konden inzetten. We hoefden geen toestemming te vragen aan de FIFA van, kan je spelen? CONCACAF heeft me gewoon gezegd, John, deze man kan je direct inzetten. Je hoeft verder niets te doen. Dan zie je hier van Ryan Dong. Voor de onder 21, onder 20, Nederlandse B-team is hij uitgekomen. En de wedstrijden die hij allemaal gespeeld heeft met de kwalificatie, friendly of een official. Dat zijn bijvoorbeeld die onder 21 wedstrijden die hij heeft gespeeld. Nederland-Israël voor de Europese championships, U21, Nederland-Portugal, België-Nederland, Nederland-Engeland, Nederland-Servië en de wedstrijden. Wedstrijdresultaten. Dat was dus de voorzitter van de SVB, de heer John Krishnadat. En als u dat goed heeft gevolgd, beste kijker, bij de opsomming van de feiten of de gespeelde wedstrijden van Nigel Hasselbank, dan heeft u gemerkt dat hij 21 november, dus vandaag, dan moet hij jarig zijn. Gefeliciteerd. Dus vanuit deze plaats uit de felicitaties aan Nigel Hasselbank. Meneer Goree. Bij de opsomming is er onder meer een vergelijking gemaakt tussen speler Ryan Dong en speler Nigel Hasselbank. Speler Ryan Dong kan nog niet worden ingezet. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat gaat om dat de FIFA heeft bepaalde lijnen waar ze zich aan houden, regels. En dat is dat er een international clearance moet gegeven worden. Dus er moet een aantal federatie een overschrijving moet er plaatsvinden. En daar moeten onderzoeken bij komen. Dus het is niet 1, 2, 3 dat je gaat zeggen van ik kan nu in één keer voor die federatie spelen. Want hij is, hij is bij de KNVB ingeschreven. Dus het moet van de KNVB naar de SVB. En daar moet de FIFA dus een onderzoek naar doen. En dat heeft gewoon, normaal kan het 6 maanden duren. Om in principe de clearance te geven zodat Ryan Dong kan spelen. Met Nigel Hasselbank is het zo dat hij geen officiële kwalificatiewedstrijd heeft gespeeld voor het Nederlands elftal. Waardoor hij in een andere soort positie komt. En dan kan hij dus, hij kreeg vrij snel de goedkeuring om te spelen. Ja. Dus daar waren we wel heel blij mee. U was daar heel blij mee om. En meneer Appai, wanneer wij dus ook deze persconferentie hebben gevolgd, dan is er dus een aantal zaken genoemd. De volgende speler die dus nu ook op de lijst staat, is Kelvin Leerdam. Welke toegevoegde waarde denkt u dat Kelvin Leerdam kan toevoegen aan het spel van Nacho? Ja, ik denk dat het een voordeel is voor ons. Ik kende Leerdam al van tevoren. Ik weet dat hij goede kwaliteit in huis heeft. Hij is een goede voetballer. En hij heeft ook, hij speelt nu samen met een speler waarbij ik samen heb gespeeld in Trinidad met W Connection. En ik weet dat hij een goede toegevoegde waarde zal zijn voor ons. Dus we zijn heel erg blij daarmee. Ik heb me laten vertellen, meneer Appai, dat hoewel u heel ernstig bent in het doen en laten, buiten het veld om bent u best wel ook iemand die de boel aan de gang brengt. U lacht. Meneer Goree, heb ik me goed laten informeren? Ja. Hij is wel een gangmaker van het. U bent dus de gangmaker van een groep. Wat doe je precies eigenlijk om de groep zo aan het lachen te brengen? Kijk, als we bijvoorbeeld in een menigte zijn, zijn er spelers die zich schamen. Uh-huh. Dus ik moet eigenlijk de groep levend maken. Okay. Dus dat probeer ik altijd. En dat doe je dus juist? Ja. Oké. Okay. Wie is de meest serieuze speler op dit moment in het team? Amane Lafu, Amane gewoon straight.
Ben je het ook beter uit het veld? Ja. Een beetje moeilijk, kunt u mij helpen, meneer Goré? Nou, ik ken niet iedereen buiten het veld, precies zoals Soes Heikes, hij ze kent. Ja. Maar voor mij is Nana echt heel serieus. Maar als ik dan met die jongens vraag, zegt hij nee.